Voor de volgende topic gaan we het hebben over welke hoofdlijn moet ik gebruiken voor welke visserij. Dat is eigenlijk vrij simpel. Voor het verticale gebruiken we uh, een, een lijn van, meestal is dat 8 bright of, of hoger. En dat zit hem tussen uh, 30 e en 35 e nu, punt u niet vast op die dikte van die hoofdlijnen, want dat klopt toch niet. Uh, ik bedoel, sommigen geven aan dat ze 80-honderdste zijn en die zijn ver een millimeter dik. Dus dat is ongeveer een leidraad wat op de verpakking staat. Dus een 38-honderdste, dan zit je gemiddeld rond de 40 kilo. Verticale zit je tussen de 30 kilo en de 35 kilo. Dat is eigenlijk ideaal. Voor hier in België is dat perfect geschikt. Voor een buitenland ook. Uh, maar soms moet je dan wel gaan werken met een leader. Nu voor de afspanners zou ik beginnen bij een 4500ste tot uh, een 5500ste, 6000ste. Dat is meer dan voldoende voor hier. Krijg je in principe niet kapot getrokken, ook in het buitenland. Als ik ga vissen, ik vis nu voor het moment bij een 5500ste, de redline. Uh, dat is deze hier. Daar ben er eigenlijk super tevreden van. Uh, maar je hebt ook de, de S-line bijvoorbeeld. Deze heb ik ooit uitgetest voor de sterkte. Uh, en die komt er ook super goed uit. De nieuwe van MadCat, de Backbone, is ook super goed. Uh, die geeft zelfs aan uh, 55 72 kilo. Dit is de nieuwe lijn van, van Medcat. Dus als je deze hebt, 4500 honderdste tot 55, 60 honderdste, heb je meer dan genoeg voor de statische visserij. Uh, dus heel kort gezegd, verticaal visserij van 30 ste tot ongeveer 35 a ah, 3700 voor de afspannerij. 45 honderdste tot een 60 honderdste. Optimaal in mijn ogen is 55 honderdste.